dames. We gaan weer even een gezellige live doen. Er komen namelijk volgende week weer nieuwe Noortjes aan. En die wil ik jullie graag eventjes live laten zien. Ik ga hier eventjes alles goed zetten, zodat ik jullie natuurlijk kan lezen. Volgende week en ook weer wat algemene dingen natuurlijk. Het is toch de laatste maand dat we nog wat nieuwe kerstartikelen kunnen brengen. Maar ik neem aan dat jullie allemaal nog druk in de weer zijn met kerstkaartjes maken. Dus dat kan nog wel. Nou, ik ga even hier kijken dat ik jullie mee kan lezen en dan gaan we zo meteen lekker beginnen. Zo, ja, ik zie jullie. Goedemiddag, dames. Nou, wat gaan we doen vanmiddag? Ik ga jullie eerst eventjes de nieuwe Noortjes laten zien die binnengekomen, of die nog niet binnengekomen zijn. Die ik al binnen heb, maar die vanaf volgende week leverbaar zijn. Ik denk dat we ze ongeveer half volgende week binnenkrijgen. Maar je kan ze natuurlijk al wel in pre-order bestellen. Wat is er allemaal nieuw? We hebben een nieuwe stansmal in de Mixed Up collectie. En dat is de mal waar jullie al heel lang om gevraagd hebben. Een mal met stuktape. Heel leuk als je dus van mixed media kaartjes houdt. Ik ga niet alles gebruiken vandaag. Ik kom hier allemaal nog op terug. Binnenkort. Deze is ook leuk. Een stansmal met een lelietje van Dalen. Ik weet niet of je het op de achterkant kunt zien. Even mijn lamp goed zetten. Die kun je dus helemaal zelf opbouwen. Ga ik ook zeker nog een keertje live doen. Nieuwe standjes met gespjes. Waar je dus lint doorheen kunt halen. En die stansen ook meteen een leuk stickerrandje mee. Komt weer een nieuwe blauwe mal aan. Met twee mooie ovalen. En dan kun je die bloemetjes kun je natuurlijk ook weer los opbouwen. Ga ik jullie ook binnenkort nog wel een keertje laten zien. Wat ik wel in deze live al ga gebruiken, dat is deze nieuwe Silent Night mal met, ja, die heet Bulbs. Dat is dus een snoer met lampjes voor in een kerstboom of gewoon zo ter decoratie. Die gaan we straks al gebruiken en we hadden al een hele poos geen hekje meer en ik ben altijd gek op hekjes. Dus ik heb twee kleine hekjes gemaakt. Met een ronding aan de bovenkant en een rechte. En als je die hekjes stanst, dan stanst die ook meteen dus die nerfjes mee. Dus dat is ook een nieuwe in de Little Happiness collectie. En dan is er verder ook deze maand weer een nieuwe papierset uitgekomen. Ik heb er al een beetje in geknipt, maar ik ga het toch even pakken voor jullie. En die heet Advent. Daar kun je dus nog een adventkalender mee maken als je dat leuk vindt. Er zitten deze plaatjes in. Lekkere frisse kleurtjes. Ook wat grotere plaatjes die je op je kaarten kunt gebruiken. En dan zijn het nog wat kerstkleurtjes. Gecombineerd met pastel heb ik deze keer gedaan. Een streepje zit erin. De achterkant van het streepje hebben we een sterretje. Met ook weer een sneeuwpopje aan de onderkant. Ja, dat is ook heel leuk inderdaad. Juliette, het build-up rendiertje met die lampjes erin. En ik zag al dat Anke had hem al bij onze nieuwe Mon Ami van het rendier. Had ze de lampjes al in het gewei gehangen. Dus echt superleuk. Nou, hier een all over printje. Merry Christmas. Een streepje met kerstmannen. En dan hebben we alle vier de prints gehad, denk ik. Oh nee, deze hebben we nog. Een mooie oud roze. En daar zitten ook natuurlijk altijd weer wat elementjes op. En kerstboompjes aan de achterkant. Dus allemaal lekkere frisse kleurtjes weer. Nogmaals, het is het laatste kerstsetje met designpapier. En dan gaan we over op de wintercollecties en straks natuurlijk alweer het voorjaar. Nou, we gaan wel eventjes wat leuks maken natuurlijk vandaag. Te lang geleden alweer, want ik ben eigenlijk heel veel aan het stempelen op het moment. Maar ik denk, ik ga weer lekker eens even iets scrapachtigs maken. Want er lagen nog zoveel mallen van Dutch Du Badoo te wachten die ik nog niet gebruikt had. We hebben van Dutch Du Badoo een setje met een doosje voor speelkaarten. Ja, zo noemen we die dan ook. Dus ook het ware formaat van een setje speelkaarten.
En daar zit een malletje bij voor een zigzagalbum. Als je dat uitsnijdt of knipt, zit er hier ook nog een plakrandje aan. Dan zou je hem ook nog kunnen verlengen, want dat past ook in het doosje. Ik ga er nu gewoon even eentje maken met zo die drie pagina's aan elkaar. Maar als je dat dus leuk vindt, kun je er dus nog zo een aanplakken. En dan doe je dat gewoon aan de hand van dat plakrandje. Nou, ik ga nu dat plakrandje er even afknippen. Want ik maak nu alleen een doosje met drie. Of een zigzagalbum met drie pagina's. Kijk, die gaat in elkaar en die past dan straks in ons doosje. Nou, ik ga natuurlijk het adventpapier gebruiken, het nieuwe papiertje. Hier zitten wel magneten in, die blijven plakken. Dus ik heb al het een en ander ook eventjes weer volgesneden. Nou, Brigitte, dat is toevallig dat je ook net met die mal begonnen bent. Dan kun je natuurlijk allerlei gelegenheden kun je daarvan maken, hè? Van dit malletje van het kaartendoosje. Maar ik ga er nu even een kerstuitvoering van maken. Dat doosje trouwens, dames, dacht ik net al. Ga ik nu ook niet doen, maar dat kan wel. Ik ben ook altijd gek op vensters in doosjes. Dus dan kan je natuurlijk met dit doosje kun je dat ook doen. Dat je hier dus gewoon een gat in maakt. Ik wil het nu op een andere manier gaan pimpen. Een gat erin maken met bijvoorbeeld een cirkelstans. En dan doe je daar een stukje mica achter. En dan heb je dus een doorkijk doosje. En dan is het juist leuk als je dus al dat zigzagalbumpje erin gaat doen. En dan zie je dus dat er een albumpje in zit. Dan zien mensen ook als ze krijgen meteen dat er dus iets in zit. Nou, waar heb ik al mijn papiertjes voor mijn boekje? Ik heb gewoon wat willekeurige printjes gekozen uit mijn set designpapier. Die gaan we zo allemaal eventjes inkten. En dan gaan we hem lekker beplakken. En in die set van die adventen zitten dus ook allemaal losse poppetjes in, losse plaatjes. Dus daar kunnen we straks het geheel lekker mee oppimpen. Die ga ik op de achterkant doen, dat we toch een beetje variatie hebben. Die komt ook op de achterkant. En dan neem ik hier weer een keer deze. Zo. Nemen we even onze lijm erbij. Nou, goedemiddag voor iedereen die nog aanschuift. Ton, als je de artikelnummers zoekt, je vraagt welke de mal is van het speelkaartendoosje, dan kijk je eventjes op noraenzo.com. En dan klik je eventjes op Facebook Live en dan zie je de live van vandaag. Het speelkaartendoosje. En daar staat ook die mal van Dutch Doobadoo bij. Die mal van Dutch Doobadoo die bestaat dus uit twee delen. He, dus zowel het doosje als het zigzagalbum zit daarin. Nou, hier in het midden doe ik een beetje een effe, want ik ga hem straks ook allemaal nog beplakken met leuke plaatjes uit mijn nieuwe papierset Advent. Het kleurtje kartstok wat ik genomen heb, dames, dat is de kleur Poppy. De kleur Poppy van Florence. Dus dat is niet echt de hele diepe kerstrode, want hier zit meer een beetje een harde rode kleur in. Die echte kerstrode, dat is altijd de kleur ruby. En ik heb nu gewoon de echte dieprode kleur genomen. De kleur Poppy. Kijk, dus je gaat gewoon netjes de voor- en de achterkant van je albumpje ga je even beplakken. Deze al beïnkt, ja, dat had ik al gedaan. Ja, kijk nog lekker even mee, dames, als je zin hebt. Gezellig. Ik ben een zigzagalbumpje in een doosje aan het maken. En dat doe ik met een mallet setje van Dutch Doobadoo. Daar kun je dus deze basis mee maken. Ik maak het zigzagalbumpje maar met drie pagina's. Maar je kunt hem dus ook verlengen dat je hem groter maakt. Kijk, dit is toch super leuk. Een zigzagalbumpje gewoon in de vorm van een mini-album. Waar je dus een kerstkaartje van maakt. Nou, deze gaan we straks nog even pimpen. Dan gaan we naar mijn doosje. Het doosje. Het is dus echt een doosje zoals je een daadwerkelijk speelkaartendoosje hebt.
Maar ik bedacht mezelf al, ik ga de onderkant ga ik gewoon definitief dichtplakken. Want die hoeft toch niet meer open. Hè, aan de bovenkant wil ik natuurlijk wel dat daar ook mijn albumpje in kan. Juliette, er is wel Florence in A4, maar wij voeren het A4 niet. We hebben nu wel het Card Deco in A4 op voorraad. Daar zit ook vast wel een rode kleur in. Maar Florence, nee, daar hebben we niet in A4, omdat daar gewoon bij ons eigenlijk geen vraag naar is. Mensen willen eigenlijk altijd gewoon 30,5. Maar ook het Florence in 30,5 in de kleur Poppy heb ik ook op het lijstje gezet, dames. Als jullie dat zoeken, dus zoek je alle artikelen, dan kijk je eventjes op norenzo.com. En dan kijk je even op het knopje, op het ronde knopje Facebook Live. En dan zie je alle artikelen van vandaag die ik gebruikt heb. Nou, deze gaan we dus even netjes dicht plakken. Dat doe ik dus met een beetje tacky, want aan de onderkant hoeft die van mij straks niet meer open. Ik wil alleen aan de bovenkant mijn boekje erin kunnen schuiven en weer eruit kunnen halen. Dus dan plakken we hem hier zo eventjes netjes dicht. Hier eigenlijk hetzelfde. De zijkant kan natuurlijk ook definitief dicht. Dus dat doe ik ook eventjes een beetje tacky op. En dan gaan we hem zo meteen dicht plakken. En de bovenkant die laten we dan gewoon open. Dat je die dus altijd gewoon nog open kunt doen. Ja, Juliette, als je dus geen pakketpost wilt betalen voor papier, ja, dan moet je eventjes bij het Card Deco papier kijken. Dat is A4. Of natuurlijk even gezellig bij ons naar de winkel komen. Dat kan ook altijd. Want ik vind in het echt kun je toch altijd de kleurtjes papier even net iets beter uitzoeken. Zo, dus het doosje gaat ook even aan de zijkant alvast dicht. En hier schuiven we hem even dicht en dan gaan we hem zo meteen eventjes plakken. Kijk, en dan heb je gewoon een heel leuk, gezellig, grappig mini doosje. Echt een spelkaartendoosje is het dan geworden. Nou, je hebt het dekseltje, dus je kan hem echt nog open en dicht doen. En dan kun je je albumpje straks eruit halen. Dus die gaan we ook eventjes beplakken. Ik heb alweer wat printjes genomen uit hetzelfde setje designpapier Advent uit de nieuwe. En dan gaan we even ons doosje met groen beplakken. En dan gaan we zo meteen lekker alles even oppimpen. Met lekker nieuwe mallen en met plaatjes uit het nieuwe papier. Ik vind het altijd zo heerlijk als ik lekker met nieuw papier aan de slag kan. Ja, Chris, jij bent volgende week bij ons, hè? Dames, volgende week vrijdag, Black Friday, dat is de 27e. Dan hebben we een hele leuke demodag in de winkel. Die doen we wel alleen op afspraak, omdat we verwachten dat het vrij druk gaat worden. Maar dan is Christa van der Plaats komt een demo geven met de nieuwste build-up mallen. En Ineke komt een demo geven met de rest van de nieuwe Dutch Doobadoo collectie. Die eind van de week weer bij ons binnenkomt. Oh, eventjes goed plakken. En ja, nogmaals, wil je dan langskomen, dan moet je wel even een afspraak maken. Door even een mail te sturen naar info@norenzo.com. Want we willen niet dat er heel veel mensen tegelijk komen. Dus we laten ook maar 6 mensen per uur laten we binnen. We hebben tijdsblokken van een uur. Dan kun je dus een uurtje shoppen. Lekker op je gemak. Loopt niemand je voor de voeten. We geven heel de dag met Black Friday 25% korting op alles in de winkel. Maar nogmaals, het is geen vrije binnenloop. Je moet echt even een afspraak maken. Ik weet dat de blokken van 10 uur en de blokken van 12 uur... die zaten sowieso al vol. 11 uur zit denk ik ook ver vol. Dus dan zijn het de tijdsblokken vanaf 1:30 dat je nog kunt komen. Dus ja, als je nog een plekje wilt reserveren, moet je even bellen naar de winkel of even een mailtje sturen. Maar dus vrijdag met Black Friday 25% korting op alles in de winkel.
Dat is misschien ook je redding, hè, Lydia, dat je niet dicht bij Waspik woont. We hebben heel veel dames die gewoon op de fiets of zo kunnen kopen. Dus die, dat is altijd wel gezellig. Die komen altijd op zaterdag wel even een bakkie doen. Of die waaien even binnen. Nou, wij houden ervan. Nou, je ziet dat kerstgroen in dat setje designpapier. Nou, daar, dat matcht weer super leuk met die kleur Poppy van het Florence. Ja, klopt Ingrid. Hier kun je ook heel leuke surprise mee maken. Er kan alleen niet zo giga veel in. Want het is echt een klein doosje, hè? Dus net zoals je speelkaarten hebt. Maar een gedicht of zo kan er inderdaad zeker in. Kijk, zo doe je je doosje dicht. En dan heb je gewoon een heel gezellig klein mini doosje. Nou, ik wil dat even gaan opwippen met iets uit het papier. En nu leek me dit wel een leuk plaatje. Dus die ga ik gewoon eens eventjes uitknippen. Die past hier prima op. Als ik gewoon de contouren uitknip. Dames, het schaartje waar ik mee knip. Dat is het mini snips schaartje van Crafters Companion. Nou, ze gaan natuurlijk, ze gingen hartstikke hard. Dus ze waren al een paar dagen niet meer leverbaar. Maar we hebben ze vrijdag weer binnengekregen in de winkel. Nou, het is een handig en een lekker teflon schaartje. En het is ook non-stick. Dus het heeft non-stick bladen. Dus als je daar, net zoals ik net gedaan heb, ook tacky tape mee knipt. Dan blijft het niet plakken aan je schaar. Anders heb je op een gegeven moment dat heel je schaar onder de plak zit. En dan krijg je hem bijna niet meer van elkaar of de bladen. Maar dan heb je met dit schaartje dus niet. Nou, ik ga dus een paar dingen laat ik hier even weg. Zoals het boompje en de achtergrond. Nou, dan knip ik nog even de moeilijke stukjes even. En dan ga ik eerst even passen of dat hij er überhaupt wel op past. Ja, even kijken dat ons plaatje inderdaad wel op de voorkant van ons doosje past. Ja, dat gaat wel passen. Zie je dat? Dat past er eigenlijk perfect op. Dus dan gaan we even verder met knippen. Ja, er is inderdaad een nieuwe collectie uit met nieuwe noordjes, Monique. Ik zal ze hier zo meteen ook eventjes in de groep posten. Dus als je dadelijk eventjes hier in de groep kijkt, Monique, dan zie je de nieuwe collectie. Nou, zoveel Sinterklaas zal er inderdaad ook niet meer gevierd worden, Christa. Of ook allemaal weer op kleine schaal in ieder geval. Soms denk ik van, nou, we hebben geluk dat we aan mijn kant in ieder geval een kleine familie hebben, want ik ben alleen. Dus dat was ook met mijn verjaardag en zo. Ja, dan kun je in ieder geval toch je ouders en zo uitnodigen. Maar Jeroen is bijvoorbeeld donderdag jarig en ja, daar zijn ze dus wel met wat meer. Zijn zus heeft ook al grotere kinderen, aanhang erbij. Dan denk je toch van ja, hoe gaan we dat in het vat gieten? Ja, dat gaat dus gewoon niet. Dus het blijft een beetje rare tijden. Papier uit die setjes designpapier, dames, is ook altijd lekker stevig papier. Dus als je ook echt nauwkeurig wilt knippen, zoals dit, en je wilt plaatjes uitknippen, en je hebt een goede schaar, dan is dat echt geen probleem. Nou, knippen blijft een kwestie van veel doen en oefenen. Draai altijd je papier met je mee, dus niet je schaar draaien, maar je papier juist draaien. En kleine knipjes maken, geen grote halen snel thuis. Want dan kun je niet netjes knippen. Ik zal
zat even te twijfelen of ik die sneeuw wel of niet eraan zou laten zitten, maar ik ga hem eraf doen. We gaan straks wel weer losse sneeuw erop maken. Ik zie nog wat kleine stukjes die niet zo netjes geknipt zijn. Leuk papier, Nat. Dit is ook wel een beetje jouw kleurtjes, hè? Lekker vrolijk. Je houdt ook nooit niet zo van die saaie kleuren. Kijk, en ook dit plaatje, dat zit gewoon in dat designpapier. Dus het is gewoon heel leuk om te gebruiken. Ik had eigenlijk het idee om een klein hekje nog erbij te gebruiken. Die mag natuurlijk best wel een beetje uitsteken. Kijk, dat is leuk zo, hè? Dus we plakken eerst het nieuwe hekje eventjes erop. Ja, ik ben altijd gek op hekjes, dames. Die gaan jullie weer tot vervelens toe bij mij zien. Even kijken. Iemand stelde nog een vraag. Ik weet niet of dat ging over de een afspraak maken voor de demodag. Maar dat is inderdaad eventjes bellen of mailen naar de winkel. Of misschien ging het over een andere vraag. Tijdens openingsuren kun je altijd bellen of mailen. Mailen kan natuurlijk altijd. Bellen alleen tijdens openingsuren. We zijn er niet zo heel veel uren op een dag op dit moment. Vanwege de corona. Maar tussen 12 en 3 dan kun je ons in ieder geval altijd bellen. En dan word je ook meteen geholpen. Ik haal weer even het propje uit mijn 3D-kit ondertussen. En dan gaan we zo meteen dat gezellige plaatje even op ons doosje alvast plakken. Nou, deze zit vast. Dus dat doen we straks al eventjes. Doe ik het wel met een stukje foamtape te kijken, dat kan ook. Hier heb je dus zomaar een klein stukje van ons hekje wat er achteruit komt. Maar dat is natuurlijk wel gewoon super gezellig. Dus meer heeft het ook eigenlijk niet nodig. Plak dit even met een stukje foamtape. En dan maken we hier zo een gezellig winterstafereeltje van. Hier doe ik straks natuurlijk ook nog wat sneeuw voor. Ik dacht, misschien is het straks ook nog wel leuk om hier een poinsettia op te maken. Van Joy hebben we ook die mooie kerstroos. In 3 delen, dat is deze. Die stanst ook van die mooie nerfjes mee. Daar kan ik het zo straks nog wel eventjes mee afwerken. Doe ik wat takjes erachter. Hier nog een beetje sneeuw voor. En dan is eigenlijk de basis voor je doosje is al klaar. Ga ik jullie ook nog wat ideetjes geven voor het oppimpen van je zigzagboekje. Nou, in dat vel, wat in het setje designpapier zit, daar heb je ook allemaal van die leuke adventkaartjes met cijfers. Nou, ik ga er nu geen advent van maken, maar ik vind het wel leuk om gewoon toch die plaatjes erin te verwerken. Ik neem gewoon als eerste even een sneeuwpopje. En dan ga ik dit denk ik zo meteen eventjes nog matten op een stukje poppiekleurig Florence cardstock weer. Hier hou ik even een randje wit als ik die uitknip. En dan krijg je zo dus al gauw 2 laagjes. Hè? Dan krijg je een laagje wit en je krijgt zo meteen nog een laagje rood. Nou, ik had al voor mezelf even gemeten. Als je dus een strookje van 4 centimeter breed ongeveer uitknipt. Oh, deze is weer net even iets breder. Ik dacht, dan kun je die plaatjes kun je daarop doen. Deze moet snijden dus toch nog even een beetje bij. Want ja, je ziet het zigzagboekje heeft echt niet zo heel veel nodig. Want zo heel veel ruimte heb je ook niet. Misschien zo meteen nog even leuk afwerken met wat liquid pearls. Met wat zelfgemaakte pareltjes. Dat kunnen we nog wel doen. Kijk, een stukje rood eronder. Dat is misschien ook wel mooi om het juist op een lichter ondergrondje te doen. Even de
de stress en even de intel langs halen. Ja, en sneeuwspetteren gaan we natuurlijk ook nog doen. Maar dat doe ik al pas helemaal op het laatst als het helemaal af is. Maar ik bedoelde vooral ook bij die sneeuwpop en zo een beetje aan de onderkant. Dus op de bodem gewoon wat een sneeuwlandschapje maken. Misschien nog een boompje erachter zetten. Dat zien we straks ook wel. Maar die werk ik straks gewoon eventjes op mijn gemak werk ik die af. Kijk, hier is het bijvoorbeeld gewoon leuk om zo'n sneeuwpopje in het midden aan te brengen. En dan dacht ik, dan kunnen we zo meteen wel die lampjes hier ook zo tegenaan. Ik ga hem eventjes doormidden doen. Anders is hij natuurlijk in dit geval te groot. Dus we hebben maar een snoer zo met twee boogjes met lampjes nodig. Deze kan er ook al wel opgeplakt worden. Nou, het zijn lekkere kleine vakjes allemaal, dames. Dus daar kun je gewoon kleine tafereeltjes op maken om te pimpen. Ik hou ervan om ook altijd op kleine stukjes te werken. Kijk, dus deze komt hier tegenaan. En dan had ik hier uit geel, want het zijn natuurlijk lampjes. Uit geel kartstok had ik al even de lichtjes gestanst. Dus als we nu gewoon kleine puntjes lijm op onze slinger doen, kunnen we daar zo even al die lampjes aanhangen. Nou, ik neem daar even natuurlijk die sticky pick tool van Joy voor erbij, want anders gaat dat niet als ik dat met de hand moet doen. Met die sticky pick tool, er zit een beetje een soort gomachtig iets zit daarin. En daarmee kun je dus gewoon die kleine gestanste stukjes papier heel makkelijk oppakken. Het is dus geen lijm wat erin zit. Het is echt gewoon ja, een tijdelijk klevend iets. Kijk, nu doe ik ze geel omdat het lampjes zijn. Maar je kan natuurlijk ook gekleurde lampjes maken. Dus het is eigenlijk wel weer een mal waar je heel veel kanten mee uit kunt. Je moet wel altijd even kijken dat je mooie kant van je papier dus naar boven ligt. Zoals hier. Even omdraaien. Kijk, maar deze kleine stukjes die kun je natuurlijk bijna met de hand niet pakken. Mijn pincet gaat sowieso al niet, dus dat doe ik altijd met die sticky pick tool. Nou, kijk hoe leuk dat die lampjes zijn. Gezellige dames, dat is dus de nieuwe mal. Nou, hoe gaan we het nog meer oppimpen? Ik kijk gewoon nog even wat nog leuk is. Wat ik zelf ook altijd leuk vind, dat zijn pareltjes maken. Dat zal ik zo nog eventjes doen. Hier zat ook nog zo'n gezellige pinguïn in. Past die op een plaatje? Ja, die past erop. Dus die gaan we ook even uitknippen. In de hoekjes zitten altijd heel vaak leuke elementjes op mijn designpapier. Die je gewoon ook nog los uit kunt knippen. Hè? Op de grote sets met papier zitten ook heel vaak bloemen of andere leuke dingen. Juliette, deze komt woensdag bij ons binnen, deze nieuwe collectie. Dus die kun je nu al in pre-order bestellen. Ja, hij wordt aanstaande woensdag, misschien uiterlijk donderdag wordt hij verwacht. Dinsdag gingen ze hem uitleveren bij de groothandel. Dus we moeten nog even een paar dagjes geduld hebben. Hebben jullie vast wel geduld, of niet? Zo. En dan ga ik zo meteen natuurlijk ook weer mijn hekje bij die pinguïn gebruiken. Mijn nieuwe hekje, want daar ben ik helemaal blij mee. Ja, tuurlijk Wilma. Die lampjes kun je natuurlijk zeker ook op verjaardagskaarten gebruiken. Zo. Ik heb bijna mijn rondje gemaakt. Met mijn pingwingetje. Kijk, die komt hier dan weer op. En dan had ik nog een klein hekje had ik over. Die zet ik er ook weer achter. Daar ga ik straks natuurlijk ook allemaal weer sneeuw bij maken.
Misschien moet ik even gewoon een klein stukje blauw ook nog erachter doen. Want dat vind ik zelf altijd dan wel weer mooi voor de eenheid in je album. Ik ga even een stukje snijden, even buiten beeld voor jullie. Kijk of die niet te groot is. Kijk, als je hier nou weer gewoon een ander stukje designpapier achter doet, dan krijg je een mooiere match bij je geheel. Want het blauw dat komt natuurlijk daarboven ook weer terug. Hoe breed had ik deze gemaakt? Ja, ook nog net geen 4. Dus misschien kan ik daar ook nog weer een stukje rood achter doen. Ik doe dat altijd allemaal gewoon uit de losse hand, hè, dames. Ja, ik ben niet zo heel erg van het meten. Meten is weten, ik weet het. Maar daar heb ik niet altijd geduld voor. Dus ik plak gewoon weer een stukje designpapier, wat ik ook op het volgende velletje heb. Dus het lichtblauwe. Plak ik weer op een stukje poppy cardstock. Dat plak ik weer hier op mijn designpapiertje met de boompjes. En daar komt dan mijn pinguïn weer voor met mijn hekje. Ik had het hekje zelfs al in de lijm gezet. Wachten tot die goed vast zit. Oh, jullie reacties die schieten weg. Gezellig, hè, dit papiertje. Hè? Wilma vind ik zelf ook. Ik hou van dit soort kleurtjes. Ik hou niet van hele saaie en vintage-achtige kleuren. Ik maak dat altijd wel, maar... Als ik echt eerlijk naar mezelf moet zijn wat ik het leukste vind, dan is het toch dit. Kijk, die pinguïn komt hier zo voor. Dat doe ik weer met een beetje foamtape. Een schaar. Kijk, die komt hier dan zo weer een beetje half overheen. Kijk, dus zo kun je eigenlijk je zigzagboekje zelf helemaal op gaan pimpen. Hier komen straks nog wel wat ijskristalletjes en zo op. Achterkant kan ik natuurlijk hetzelfde doen. Die ga ik ook nog pimpen. En dan kun je uiteindelijk kun je dus je zigzagboekje. Mijn doosje moet ik ook nog afmaken, dames. Dat doe ik straks ook eventjes op mijn gemak. En dan laat ik het jullie zeker zien. Je kaartendoosje open. Dan kan je zigzagboekje kan daarin. En dan heb je gewoon een heel leuk klein mini cadeautje. Je kan het ook bijvoorbeeld gebruiken om geld te geven. Of ja, heel veel doeleinden heb je er eigenlijk voor. Maar dit is gewoon weer een hele leuke mal van Dutch Doobadoo. Ja, de hekje erachter, dan maakt het net altijd eventjes af, hè, Anneke. En dan doe ik hiervoor natuurlijk nog wat sneeuw. Met foambalklei of net wat ik heb. Ja, en die pinguïntjes zijn inderdaad leuk, Marjan, in die nieuwe set. Dus ik ga hem even lekker op mijn gemak afmaken. Nee, deze pinguïns zijn niet van Bella Lulu. Juliette, deze pinguïns die zitten dus in het nieuwe designpapier Advent. Ik zal het nog heel eventjes laten zien, voor wie niet vanaf het begin af aan gekeken heeft. Dit is een nieuw papiersetje, dat heet Advent van Noor. Die ligt nu in de winkels. Nee, die ligt nu nog niet in de winkels. Ik klets weer. Die komt aanstaande woensdag komt die binnen. En daar zitten dus ook allemaal vellen met plaatjes in. Waar je dus die elementjes uit kunt knippen. Kijk, wat bijvoorbeeld ook heel leuk is. Als je bijvoorbeeld hier aan de onderkant. En je knipt zo'n sneeuwpopje uit. Dan kun je natuurlijk ook hier weer uit zo'n hoekje... Kun je dan die sneeuwpop weer laten piepen. Dus je hebt heel veel leuke kleine elementjes die prima passen in dit zigzagboekje. Dus hier heb je geen los Bella Lulu vel voor nodig. Dit zit gewoon allemaal al in het setje designpapier. Nou, willen jullie zien wat ik allemaal gebruikt heb? Kun je eventjes kijken op noorenzo.com. Kijk je even op het knopje Facebook Live van vandaag en dan zie je het speelkaartendoosje. Ik zal zo ook nog eventjes een actiepakket posten hier in de groep. Van wat ik allemaal gebruikt heb, voor wie dit doosje ook wil maken. En dan zou ik zeggen voor iedereen een fijn weekend en tot de volgende keer. Doei doei!